Halverwege de vorige eeuw las ik graag gedichten van Ida Gerhard, de Grand Old Lady van de Nederlandse poëzie. Haar gedichten fascineerden mij en ik begon ook boeken te lezen over haar leven, zoals bijvoorbeeld dit boek, Het Gebroken Lied, dat Ad ten Bosch geschreven heeft. Dit boek gaat over de bijzondere vriendschap tussen de bejaarde, teruggetrokken dichteres en deze jonge boekverkoper, Ad ten Bosch. In dit boek las ik dat Ida met haar ouders in Wassenaar heeft gewoond. Ik werd natuurlijk nieuwsgierig en ging op zoek bij de gemeente naar het adres in ons dorp. Ida kwam met haar ouders en twee zusjes in Wassenaar wonen in 1923. Enige tijd later kwam ik in een van haar gedichten het dorp Wassenaar tegen. In het gedicht Met volstrekte eer. Een gedicht over haar zus die begraven is op het dorpskerkhof in Wassenaar. Dit gedicht staat in de bundel De Hovenier, die verscheen in 1961. Het boek heeft Ida opgedragen aan de nagedachtenis van haar zus Truus, die een jaar eerder was overleden. Ik citeer de eerste drie regels uit dit gedicht. Er kwamen paarden in de witte sneeuw te Wassenaar voorbij het dorpskerkhof, de dag dat daar mijn zuster was begraven. Navraag bij het kerkelijk bureau leerde dat Truus begraven was in het familiegraf bij haar ouders. Haar moeder was daar in 1934 begraven en haar vader in 1953. Langzaam zie ik hen gaan, die ik nog bij me had. De bocht om van het pad, wat gouder schenen stof, dan wordt het in de hof nog stiller dan voorheen. De liefsten, één voor één. MUZIEK